Mijn gaat over een voormalig mijndorpje in een soort van gefictionaliseerde versie van Limburg. Waar op een dag de postcode loterij valt. Waardoor in één klap de helft van het dorpje schat hemeltje rijk wordt en de andere helft arm blijft. Mijn insteek is, mijn hoop is dat het uiteindelijk over iets breders gaat. Dat het gaat over de menselijke neiging om eigenlijk alles in twee groepen te verdelen. Dus altijd wij versus zij. De opdrachten die je krijgt als jonge schrijver zijn vaak voor wat kleinere stukken. Dus je hebt ook niet zo heel veel kans om je echt te ontwikkelen als schrijver voor de grote zaal. Maar dus voor mij is het zo dat ik dit stipendium nu vooral wil aangrijpen om mezelf daarin te bekwamen.